Wat denk ik? Ja, ik heb weer niks. Oh, wist je wat? Nee. Oké. Okay. Nee? 3, 2, 1. Vandaag met Melissa. En dit is mijn schoonzusje. En dit is. dit is Robin, dat is mijn vader. Trouwe kijkers kennen hem misschien wel. En vandaag gaan we pindakaas proeven. En dat zijn 10 hele kleine potjes met allemaal verschillende smaken. Papa was ongeveer 2 weken geleden een beetje onverwachts bij mij op bezoek. En toen had hij ergens in een heel leuk winkeltje een pot pindakaas met kokoszeezout gevonden. En die had hij cadeau gegeven aan mij. En ik vond hem zo lekker dat ik dacht, ik ga eens kijken waar het vandaan komt. En toen zag ik dat ze bij de pindakaaswinkel dus heel veel verschillende smaakjes verkopen. En toen hebben ze gemaild of ze mij de 10 mini potjes zouden willen opsturen. Zodat ik die kon testen in Taste and Try. Maar het leek me eigenlijk wel leuk om het gewoon in een aparte video te doen. Dus we gaan vandaag met z'n drieën proeven. En mijn broertje, die staat hier. Mijn moeder zit hier, want die kijkt naar onze video. Dat vindt ze leuk. En mijn broertje gaat ons dan de potjes geven. Hier zie je dus alle potjes. En op de deksel staat welke smaak het is. Er zit ook een sportpindakaas tussen. Dus die kunnen we denk ik niet echt raden. En een gewone. Maar ik ga niet een hele. Ik doe dit, denk ik. Echt klein. Ja, ik ga niet een hele lepel doen. Nee. Pas niet eens. Ja. Oké. Okay. Oh, plakkerig. Eeuw. Oh, ik weet wat het is. Wow, je proeft het heel erg. Kijk, papa. Ik weet welke smaak het is, maar ik weet niet op het woord. 3, 2, 1. Szechuan peper. Szechuan peper! Hoe is dat? Niet goed? Ik denk chili limoengras. Szechuan peper, wat vind jij? Zei jij wel iedereen? Ik zei niks. Dit is echt een peperkaas. Het is heet en het is citroen. Wat was het? Oké, wat zijn jouw definitieve antwoord? Ja, ik denk gewoon chili. Is het een van de twee dan? Zeg het maar. Chili limoen? Ja. Oh, wacht even. Het kan citroengras peper zijn. Ja, dat dacht ik dus ook. Het is chili citroengras. Hé, hey, dat zei ik! Wow. Nee, zei limoen. Ik zei toch citroengras? Jij zei limoen, maar ik vind het wel goed. Jij zei citroen. Nee, lik maar af. Nee, dat is een beetje vies. Vies. Nou, kan jij het servet geven? Iedereen eigen servet. Oh, nee. Ik heb pinda's smaak. Ik denk dat het sportpindakaas is. Ja, dat denk ik dus ook. Of met chocola. Of jij chocola? Ja. Huh? Hij zegt dat hij wel weet wat het is. Ja, er zit iets in. Er zit een smaakje aan het einde. Eén van de twee is al duidelijk. Wat denk ik? Ja, ik heb weer niks. Oh, wist je wat? Nee. Okay. Nee? 3, 2, 1. Kruiden. Dat is daardoor kaneel. Hé, die kaneel proef je heel duidelijk. Ja, maar dat is omdat jij nu het zegt. Nu het zegt. Heel licht. Dat verwacht ik. Ik vind het kiepel wel lekker. Maar ik proef echt kaneel. Ja. Ja? Als je het zegt, dan weet je het maar. Oh, deze is wel heel obvious. Het is wel leuk dit. Als je niet weet wat het is. Maar ik proef die peper zo erg. Deze is een beetje raar, jongens. Want deze kun je als iemand erin zitten. Oh, dan weet ik wel welke het is. Nee, maar niet. Dat is lekker kiepel. Nou, dan gaan we gaan dat nog proeven. Het zou het zijn. Kikkererwten. Dit is denk ik linzen. Plasje vroeg. Oh, kom maar serieus. Oh, oké. Okay. Oh, shit. Mm. Is u bij de hok? Ja. Ja, pure chocola, 100%. Ja. Lekker? Pure chocola. Wow, heel lekker. Deze is wel echt heel lekker. Oh, mag jij dat uitleggen? Mm. Mama, Melissa heeft een vetvlek. Oh, ja. Maar, het zal het niet. Maar, is het alleen pure chocola of zit er nog wat anders in? Ik denk alleen pure chocola. Holy. Oké, 3, 2. Wat was het? Zeg maar. Elf. Pure chocola, holy. Pure chocola pinda.
Pure chocola. Het juiste antwoord is pure chocola. Ah. Ja, de pitjes van de chocola. Nee, de pitjes van de chocola. Deze moet je net op. Ja. Het gelukt? Ja. Hoe dan? Wrijven. Deze is heel vettig. Ja. Kusje. Lekker. Lekker. En moet je lachen. Oh, kiekeboertje. Ik vind het echt vet lekker, maar ik hoef niks. Ja, wel anders, maar binnenkaas. Ik vind deze minder dan binnenkaas smaken. Ja, er zit iets door. Ik denk dit sportpindakaas is. Het is een beetje room door of zo. Room. Het lijkt een soort light van heel het pindakaas. Ik vind het wel vet. Ja, dat lag heel vet bovenop. Kijk, nee. Maar ik proef de pindakaas gewoon bijna niet. Oh. Oké. Okay. Moeilijk? Hele... Nee, ik weet het toch niet. Ja? 3, 2, 1. Pindakaas mascarpone of zo. Wat is het? Ik denk sportpindakaas of zo. Iets zeggen. Oké, sportpindakaas. Het is natuurlijk. Oh, dat is mijn stuk. Natuurlijk. En ik wil zeggen dat het minder pindakaas is. Oké, okay. Basis. Volgende. Ja, het is heel lekker. Oh. Het is echt lekker, lekker hè? Lekker basis in ieder geval, ja. Toch? Oh, er zit iets hards in, jongens. Hier, kijk. Hier. Gras. Jeetje. Een compleet stuk, joh. Ja. Echt iets hards. Het zijn twee dingen, denk ik. Een puntje erin, zo klein, in die potten. Wow, lekker! En hm? Ja, die ene zag ik al wat het was, maar... Oh, koffie. Ik proef venkel. Koffie zit anijs. In. Is het koffie? Nou, ik zag rozemarijn in het potje zitten. Oh, nee. Maar ik proef venkel. Dat is, anijs staat, ziet er ook uit als rozemarijn. Venkel staat, hè? Nee. Het is sowieso venkel. Is het daarom ook of niet? Superlekker. Dat is 100% iets. Jullie hebben zo'n hard stukje. Ja. Ja, maar goeie koffie. Venkel, ik denk heel. Maar venkel en rozemarijn? Nee, volgens mij alleen venkel. Grappig. En hij staat. Hoe heet dat? Venkelzaad. Oké, okay. 3, 2, 1. Venkelzaad. Wat zeg je niks? Wat is het nou? Dit is venkelrozijn. Rozijn? Oh ja, ja, ik zei rozijn in het begin. Echt? Ja. Venkelrozijn? Dat geen rozijn. 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 Nee, zeg maar, goede combinatie van rozijn. Ja. Ja. Maar die rozemarijn, het zag eruit als rozemarijn, maar het was venkelzaad dus. Oké. Spannend, hè? Volgende. Heel donker. Deze zaadjes. Ja, maanzaak. Sesam. Ja. Nog niks zeggen, oké? We doen het verder in 2-1. Heel duidelijk. Nog niks zeggen. Is echt jouw lieveling? Koffie. Drie. Ja, het is ook koffie. 100% koffie. Koffie. Met zeezout. Ik proef duidelijk stukjes zeezout. Zeg het? Ja. Koffie, zeezout. Ja. Dus we beschrijven ook wat er zeezout in zit. Dat is ook voor die kogels. Deze vind ik echt heel lekker, hè? Ja. Ik vind het ook lekker. Ik hou niet eens echt van koffie. Nee, maar het zijn echt stukken koffie. Volgende. Niet zoet of zo. Maar proef je die stukjes zeezout ook of niet? Nee. Dat heb ik ook echt brokjes. Wow, deze is licht. Is het van pinda's gemaakt of is het cashew gemaakt? Volgens mij is er geen cashew. Oh, okay. Maar misschien wel hoor. Cashew. Ik denk toch iets met cashew. Ik ook. Maar ik kan me niet herinneren dat ik het tussen stond, maar ik denk het wel. Cashew. Ja. Ja. Cashew. Het is sport. Zit daar dan cashew door? Staat er nog. Ik zou het even moeten opzoeken. Hij is veel zoetiger, noodzoet. Heerlijk. Ja, ik vind het veel sterker dan een. Echt pindakaas. Ja, als jullie het even pindakaas halen, het gaat een beetje naar notenpasta, gewoon ja. Gemengde noten. Ik heb als cashew notenpasta gekocht, ja, dat is wel lekker. Nee, ik, dat is heel brokkelig. Huh? Oei, iets wits. Is dat niet mascarpone? Bestaat er een mascarpone of niet? Dat weet ik niet. Je moet wel even zorgen dat je ook dat witte erbij hebt. Ah. Oh, lekker. Ja. Oh. Heel lauw. Weet je met hem wat het is? Witte chocolade? Ja, witte chocolade. Is het witte chocolade? Ja. Maar misschien nog, iets, maar... Heel lekker witte chocolade. Heel zoetige crème. Ja, maar omdat het hard is denk ik ook witte chocolade. Is het witte chocolade? Ja. Lekker zeg. Zo, heerlijk. Hier lust ik nog wel een hapje van. Was het nou een stukje chocolade of swirl? Nee, stukjes. Ik moest het maar weer bijten. Ja. Oh, deze. Ja. Weer zo'n. Ik vind
die witte chocola echt heel lekker. Kiekaboe. Ja. Wow, lekker. Zo. Heel te zoet voor mij. Die is wel heel lekker. Het smaakt niet naar pindakaas. Maar meer naar een soort toetje of zo. Ja, crème brûlée. Dat is een beetje naar gebrande suiker. Vanille. Nee, ik denk gebrande suiker. Oké. Het is heel erg in de mode. 3, 2, 1. Oh, karamel zeezout. Ja, dat is gebrande suiker natuurlijk. Karamel zeezout, ja. Maar jij zei meteen in het begin al iets zoiets. Ja, het smaakt naar dat laagje van crème brûlée. Oh, knapperig. Oh, lekker. Ja. Wow, die pot die ik heb smaakt niet zo erg naar kokos. Je hebt veel meer stukjes kokos in dan die ik thuis heb. Heel erg lekker. Ja, snap je dat ik er meer wilde? Kokos, wat was ook weer kokos? Ja, maar echt gebakken kokos. Kokos wel? Knapperig. Zeezout, ik hoef geen zeezout meer. Niet kokos proef je meteen, super lekker. Ja, maar er zitten echt harde flakes in. Kokos, zeezout. Oh! Was dat alles? Ja. Laten we nog even kijken naar de potjes en dan beslissen welke we nou het lekkers vonden. Ik vind die dadel kaneel proefde ik echt niet. En degene die we het minst proefde was die met dadel, hè? Ja. Die met cashew. Voor mij persoonlijk zeg ik, ik vond de... Koffie met wat? Kijk jongens, dit is de koffie. Ja, waarschijnlijk zien jullie niet. Koffie met wat? Koffie, ja, ik denk zeezout. Ja, koffie zeezout. Die vond ik heel bijzonder ook, ja. Die witte chocolade vond ik wel lekker. Ja, en die witte chocolade vond ik ook voor mij nummer 2. Wat vonden jullie dan van die karamel? Oh, die vond ik ook wel lekker, ja. Ik ben niet te zoet, persoonlijk. Die sport is ook lekker. Is er eigenlijk geen enkele die ik niet lekker vind? Ja, ik vond het dadelkaneel eigenlijk niet heel bijzonder. Ik vind het echt heel lekker. Ja. Ik denk dat ik de chili citroengras eigenlijk ook wel lekker vind. Ik vond de basis ook heel lekker. Ja, nou, leuk. Ik vond het echt leuk. Bedankt dat jullie in mijn video waren. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En laat zeker in de comments achter welke smaak jij denkt dat je het lekkerst zal vinden. En of je ook van pindakaas houdt, of je dit wil gaan bestellen of niet, wat je mening erover is. En als je hier nieuw was, vergeet dan niet te abonneren hieronder, dat het helemaal gratis. Dan hoop ik dat ik jullie zaterdag om 9 uur weer zie bij een nieuwe video. En tussendoor nog met een extra video. Doei! Kijk eens. En het komt doordat papa laatst bij mij op bezoek is. Robin, je mag niet de kus verpesten. Wat is er? Hij heeft slappe lach. Heb ik groenten met mijn tanden? Oh. Poesharen, grappig.